Hallo kijkers van Liefde, ik ben Mark en ik ben de vrachtwagenweer bij Artstex. Vanaf weer ben ik hier gebleven en we gaan vandaag even zien. We gaan vandaag proberen om deze in ieder geval te gaan halen. Ik weet niet zeker of we het gaan halen op deze aflevering, maar misschien de volgende aflevering wel. In de tussentijd ga ik even kijken wat voor ruimtes we eigenlijk allemaal nog moeten hebben, want volgens mij hebben we bijna alles. Behalve de slaapzaal, maar de slaapzaal dat hoeft in principe niet. Eigenlijk gaan we eens even kijken wat voor een behoefte de gevangenen hebben. Hygiëne. Misschien even een uurtje lange douchen of zo, denk ik. Wanneer ze dit nodig vinden. Ja. Ja, dat is toch wel een goeie. Oh ja, ik wil deze aflevering een cellenblok gaan maken met luxe cellen. En een luxe cel, hoe groot is het zo'n eentje? 7 bij 5. Als ik eens ga kijken. Zoiets. Nee. Dan zetten ze gewoon een mooi soort neer en dan hebben we hier ook nog een tussenstuk zitten voor die zwaar beveiligde gevangenen. Ah ja, dat past gewoon precies. Ja, dan is het er nog gevonden. Dus, dan gaan we gelijk dat even proberen te zoeken. En er is er nog alweer, jeber. Oké, hygiëne gaat weer helemaal omlaag, dat is mooi. Eten, dat gaat zo dadelijk omlaag. Oh my god, zijn ze weer aan het rellen. Oh my god. Zo. Nou, komt er nog van? Ja, mooi. Weer een tunnel, damn. Ik denk dat ik gewoon een beetje met twee luxe cellenblokken hou op het moment. Dan heb je hier nog zo'n loopgebied met patrouilles die er dan helemaal omheen lopen.
gaat tot hier een beetje op het moment. Ja, maar te blijven, maar van die fucking tunnels die worden gegraven. Maar ja, ik zie ook niet precies waar ze moeten zitten. Prima. Zo, even overal een mooi deurtje inzetten. Ja, leuk en al dat de tunnels worden gegraven, maar zeg maar eens waar die tunnels dan precies zitten. Ga ik zo ook eerst even de muren alvast neerzetten. Niet dat ze dan ook weer zo'n probleem krijgen met van alles dat er dan weer van die bakstenen muren worden neergelegd, wat niet nodig is. We hebben er 3, 6, 7, 14, 21, 28. We kunnen hier 28 van die gevangenen kwijt. Even zien, hoe zitten die deuren precies in? In het midden, oké. Okay. Zo plaatsen die ook alvast eventjes. Oh, verkeerde kant of verkeerde plaats. Zo, gezondheid. Oké. Ja, no shit dat daar tunnels worden gegraven. Ja, geef me dan een goede identificatie van waar ze precies zitten. Aha, eentje is er hier naartoe gegraven. Hier zijn twee verschillende routes genomen. Is eentje geweest gegraven. Holy Jesus. What the fuck? Vanuit hier helemaal daar naartoe. Dan helemaal hier naartoe. Om hier omheen te gaan. En toen... Dat is van... Nou, geen zin meer. Het is toch wel een hele beetje een rare route.
Gooit hier omheen al die veilige mijning. Mogen er wel even wat lampen in geïnstalleerd worden. Het is wel een beetje donker. Doe ik hier alvast eventjes. Want ja, die lampjes die staan toch allemaal weer waar de muren moeten komen. Nou, we hebben in ieder geval de tunnels weten te vinden. Oké, snel. Luxe. Oké, mooi overal alles neerleggen. Nee! Oeh. Gelukkig. Deze blauw druk nu wel ook alvast wel weer. Hier alvast eventjes mooi gras aan. Tot aan hier. Dus dat ook alvast eventjes. Nee, ik. Oh, maar ta. Tot daar. Zo. En dan wil ik een mozaïekvloertje hier in de dingen hebben zitten. Zo. Top. Kunnen we hier nog 28 bij kwijt? Dus, ...258 in totaal? Ah, ik maak er gewoon 260 van, dan moet het goed komen. Drie, zes, negen, tien, elf, twaalf. Zien. Drie, zes, tien, twintig. We hebben er zoveel nodig. Voor één keertje dan. Zo. Oké, gaan we gelijk even de waterleiding eventjes mooi aansluiten. Gewoon precies hetzelfde als die cellenblokken hieronder. Oké, dan leg ik deze mooi gewoon ook allemaal een beetje zo aan. We weten gewoon zeker dat er overal water loopt. Gewoon mooi zo. Dan gaat deze nog even verder lopen.
En dan moeten we hierna nog even één dingetje doen. En dat is een venster. Zodat de gevangenen in ieder geval nog even naar buiten kunnen kijken. Zo. Vierde sterfgeval bij Ripperino's. Oké, hoe zit het met de patrouilles? Dus hier hebben we nog een aantal waakhonden voor nodig, denk ik. Oké, okay, daar hebben we er sowieso nog 3, 5, 7, 10 hebben we, 10 van die hondentrainers hebben we nog nodig. Met ons inkomen van nu, dat gaan we nog niet redden. Stapeltje van eten, die gaan dus mooi. Ja, dat is niet echt handig, denk ik. Maar ze moeten wel, waarschijnlijk. Wasgoed. Al naar één ruimte. Oh ja, dan ga ik ook alvast even ergens weer een ander wasgoed gebeuren neerzetten. En dat wordt hier. Komt er dan ook gewoon eentje te liggen. Dus dan breiden we deze gang gewoon uit tot aan hier. Ik heb gewoon 29 bij 29. En hier komt hieronder een mooie stroomgenerator te zitten. Oké, hoe groot is die ruimte eigenlijk? 6 bij 7. En dan komt er daarnaast ook nog een waterpomp gebeuren. Die moet zo groot zijn. Oké, dan maak ik deze gewoon zo. Vind ik wel dat het wel even echt als een vierkant moet lijken. Zoiets. Ze hebben voor dit gebied hebben we dan nog een extra wasruimte nodig. Want met dit gaan ze dat echt niet redden, denk ik. Nou ja, in ieder geval, ik ga nu deze aflevering afzetten. De volgende aflevering ga ik dus de wasruimte neerplaatsen. En dan nog een extra stroom en waterpomp. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like aan mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later!